als we het over Europa hebben, we het ook over Rutte. Zit u te wachten op een documentaire over Mark Rutte? Zou je dat leuk vinden? Ik wel. Nou, ik zou hem wel eens willen zien zoals de spelers hier hebben gezeten. Dus dat je het niet hebt over zijn foute dingen of goede dingen die hij heeft gedaan als premier. Maar gewoon de mens Rutte en wat hij allemaal heeft zich laten... Ja, de gewone man met de appel. Ja, gewoon wat er allemaal met hem gebeurd is. En überhaupt of hij tevreden terugkijkt. Hij kijkt natuurlijk altijd... Kijk, dit is typisch Rutte, deze gezichtsuitdrukking. Maar het is natuurlijk wel een goed mens. En ik zou wel eens willen weten wat voor mens er echt achter hem zit. Wat denk jij, Ben? Ja, daar zit een, denk ik, een heel, nee, heel prettig mens achter. En waarom denk je dat? Ja, omdat ik dat denk en ook dat wel een keer meegemaakt. En ja, het is als normaal mens, ja, mooi. Het is een goed dier, hè? Ja, ja, het is een goed, nee. Ja, het is een goed dier. Ja. Het is ook een rasopportunist. Ja. Ja. Maar we hadden het, nu over gewoon als normaal mens... dat gewoon aan tafel zit en gewoon gezellig wat je zei. Hij is ook leuk. Goede dingen. Maar kun je daar doorheen kijken als je alles... Kijk, ik bedoel, het is misschien flauw dat ik dat zeg... maar die mensen van de toeslagenaffaire... denk je dat die daar doorheen kunnen kijken? Ik denk, dat is een heel aardig mens. Nee, maar dat was even het criterium. Hè. Is het een aardig mens, maar qua zijn vak... Ja, dan is het inderdaad dat hij misschien iets minder opportunistisch moeten zijn. En wij zijn geen slachtoffer van de toeslagenaffaire. Nee. Dus... Maar je kan vragen of hij aan de Kaag is gaan wonen, bijvoorbeeld. Kom maar door. Ja, nou ja, goed, daar heeft hij natuurlijk zijn oren aan laten hangen. En dat is wel gek met hem. Jarenlang heeft hij het land goed vertegenwoordigd. En de laatste paar jaar is hij gewoon aan het touwtje van Kaag gaan hangen. En dat breekt hem nu een beetje op. Maar dat is ook opportunisme, toch? Dus natuurlijk is het opportunisme. Dat is gewoon, want hij wilde daar zitten. Precies. Nee, duidelijk. Ja. En nu, met het hele NAVO-gebeuren... hij gaat natuurlijk op een gegeven moment toch naar Orbán... en gaat zeggen, ja meneer, ja. Zo, alhoewel Orbán natuurlijk klap heeft opgelopen in Hongarije. Maar dat gaat hij wel doen. Hij is natuurlijk wel een mannetje dat daar wil komen waar hij wil zijn. Ja. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, Jack, maar er is inderdaad in 11 jaar veel gebeurd, of vooral de laatste jaren. Maar het alternatief moet ik nog maar eens zien hoe dat allemaal, dus allemaal gaat. Ik ook. Misschien knijpen we straks in onze handje. Meneer Schoof, kabinet Schoof 1. Ja.